Omdat ik hier werk. Ik heb bij Waterschap Limburg gewerkt en ik ben nou wel actief voor water natuurlijk, maar ik ben gepensioneerd, dus eigenlijk hoor ik nergens officieel meer bij. Oké, dankjewel. Ja, ik had trouwens nog helemaal niet gezegd van waarvoor jullie eigenlijk welkom zijn. Jullie zijn natuurlijk welkom voor de webinar van de COP Beken en Rivieren. Ja, ik moet even in de war omdat Ernest nog niet is. We hebben vandaag een mooi webinar over grip op beekslip. Dat is een interessant onderwerp van over slip in beken. Vind ik zelf in ieder geval heel interessant. En ik ben ook heel erg benieuwd. Ik heb zelf nog niks gelezen van de resultaten. Dus ook zelf heel benieuwd van wat we vandaag gaan horen. En nou ja, voordat we beginnen hebben we dus nog een aantal algemene introducerende polls. We hebben er nog eentje, Jelle. Hopelijk wat minder anders. Mensen. Dat is wat uw functie is, wat je doet. Ja, dan. Ja. Waar willen we? John, zou je misschien jouw microfoon uit willen doen? Ja, het is al gelukt, zie ik. Oké, okay, dus het merendeel adviseurs en onderzoekers, klein beetje beleidsadviseurs en nog wat overige mensen. En dan de laatste, dat is dan hoe je weet van deze webinar. Het geeft ons een beetje inzicht van hoe jullie op de hoogte blijven van de activiteiten van de COP. Als iedereen het heeft. Nou, de meeste mensen via de aankondiging van onszelf, dus uit eigen gelederen. En via de website en collega's. Dus nou, dank jullie wel. Dan lijkt me de hoogste tijd om over te gaan tot het onderwerp van de webinar vandaag. Grip op beekslip. En Roos, aan jou het woord. Dankjewel, Bart. Wij hebben ook een paar inleidende vragen nog, stellingen. Misschien moet je even voorstellen nog. Oh, ja, sorry. Ik ben Roos Loep. Ik werk bij onderzoekscentrum Biewer als onderzoeker. En ik ben, we zijn eigenlijk een paar jaar druk geweest met het onderzoek naar grip op beekslip. En zometeen zullen jullie Alice Penning ook nog wel zien van Deltares, waarmee we samen hebben gewerkt. Ik zal straks wat vertellen over hoe het project in elkaar zat. Maar we beginnen nu met een paar stellingen. De eerste stelling, ja, de stellingen zijn wel een beetje gericht op waterbeheerders. Dus ik begrijp dat er ook wat dat betreft wat weinig in de zaal zitten. Maar als je geen waterbeheerder bent, dan probeer hem misschien dan toch in te vullen. En niet alleen niet van toepassing, maar in het algemeen hoe je denkt dat het in elkaar zit in Nederland. De eerste stelling is, de effecten van slipophoping spelen een grote rol bij het halen van de KW-doelen in mijn stroomgebied. En mogelijke antwoorden ja, nee, dat weet ik niet. Of niet van toepassing. Maar als het niet van toepassing is op jouw stroomgebied, dan misschien in het algemeen. Kijk, dat is mooi. Dan hebben we het gevoel dat we niet voor niks doen. 65% denkt dat dat wel degelijk een rol speelt bij het halen van de KW-doelstellingen. En helemaal niemand denkt dat dat geen rol speelt. Dat is mooi. Dan kunnen we naar de tweede stelling. En dit is misschien wel meer van toepassing op waterbeheerders. Of andere terreinbeheerders. Namelijk, ik heb een goed beeld van de slipophoping in mijn stroomgebied. Ja, daar doen we metingen aan. Ja, ik kan het ook goed zonder metingen inschatten, maar ik heb wel een beeld. Of nee, daar heb ik geen beeld van of niet van toepassing.
Dat is mooi. Dat is mooi. Blijkbaar is er geen, hebben de meeste mensen er nog geen goed beeld van. Dus ik denk dat dat ook interessant is om na onze presentaties erover te hebben van hoe je dat beeld wel zou kunnen krijgen. Dan hebben we straks na de presentaties nog een aantal afsluitende discussiepunten. Maar dan begin ik nu met de eerste presentatie. Vanaf het begin. Ja. Goed, we hebben het vandaag over grip op beekslip. Ik wil Bart en Ernst en ook nog heel erg bedanken voor deze uitnodiging om hier wat te komen vertellen. We hebben het onderzoek met een groot consortium gedaan van Wageningen Universiteit en Wenner en Deltares. Het project bestond uit twee delen. Een deel kennisimpuls, dat is getrokken door Deltares. En daar zal Alice zo meteen over vertellen. En zij hebben zich gericht op de herkomst van slip en ook een richting om maatregelen te nemen tegen slipproductie en verspreiding. En het OBN-deel, dat richtte zich op de effecten van slip op beekvegetaties. En ook de effecten van de samenstelling op slip, op de concurrentie van doel- en woekersoorten en de interacties tussen slip en oppervlaktewaterkwaliteit. En wij werden begeleid door een grote begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van alle waterschappen in het oosten. En vertegenwoordigers van STOA en van VBNE. En ik ga nu eerst wat vertellen over het OBN-deel en dan neemt Alice het over en die zal de resultaten laten zien van het kennisimpulsdeel. De aanleiding voor dit onderzoek was eigenlijk wat ook al uit de eerste stelling zojuist bleek. Er worden veel doelstellingen van KW en Natura 2000 voor waterplanten in beken nog niet gehaald. En toch is de oppervlaktewaterkwaliteit van veel beken wel verbeterd de laatste tijd. Dus was de vraag, wat is de rol van de onderwaterbodem en dan met name van slipophoping hierin? En dit hebben we gedaan met een literatuuronderzoek, een veldonderzoek en een drietal experimenten. We hebben een veldstudie gedaan in een groot deel van Nederland, waarin we ons erop hebben gericht om te onderzoeken wat nou de effecten zijn van slipophoping. En dan hebben we gekeken van hoe verschilt dan het slip van de oorspronkelijke waterbodem, wat zijn de effecten van dat slip op de kwaliteit van het poriewater en van het oppervlaktewater en wat heeft dat dan uiteindelijk voor effect op de planten die voorkomen en dan vooral op doelsoorten en op soorten die we wat minder graag zien omdat ze wat sneller woekeren en de beek dicht groeien. En hier zien jullie plaatje van de bemonstering die we hebben uitgevoerd, waarbij zowel slip en onderliggend sediment werden bemonsterd. Er werd een opname gemaakt, maar de planten zelf werden ook bemonsterd en alles werd in het lab verder geanalyseerd. Aan de rechterzijde alle beken die we hebben bemonsterd, met daarbij even de soorten die we daar hebben aangetroffen als dominante soorten, zowel woekerende soorten als soorten die als doelsoort gezien konden worden. En hier aan de linkerzijde de relatie tussen stroomsnelheid en een aantal slipparameters. We hebben de stroomsnelheid niet gemeten, maar we hebben de beken, of eigenlijk vooral de locaties die we bemonsterd hebben, verdeeld in verschillende stroomsnelheidsklassen. En wat we zagen is dat als het beek snel stroomt, dat er natuurlijk weinig slipophoping is. En als de beek helemaal niet stroomt, dan kun je best wel veel slipophoping hebben. We hebben zelfs slipdiktes tot meer dan een meter aangetroffen. Maar ook in de samenstelling van de sliplaag zijn er verschillen. Samen met de stroomsnelheid. Hoe trager de beek stroomt, hoe meer organische stof het slip bevat. En vaak troffen we ook hogere ijzerconcentraties aan in het slip van langzaam stromende beken.
ook gekeken naar in hoeverre dat slip nou leek op de onderliggende waterbodem. In hoeverre het ervan afweek. Hier aan de linkerzijde wat figuurtjes waarin we de vaste onderwaterbodem op de x-as hebben vergeleken met de samenstelling van de sliplaag op de y-as. En die lineaire strepen die erin staan, dat is de 1-op-1 lijn. Dus als het precies hetzelfde is, dan liggen alle punten op die ene lijn. Maar wat we zagen is dat slip vaak organischer is dan de onderliggende waterbodem. Meer ijzer bevat, meer calcium, meer fosfor, meer ammonium. En ook de CN-ratio is lager en lijkt meer op de CN-ratio van plantmateriaal. Datzelfde hebben we gedaan voor het poriewater van de onderliggende onderwaterbodem en van de sliplaag. En dan zagen we dat er anorganisch koolstof in het poriewater van het slip zat. Meer ijzer, meer fosfor. En dit is allemaal te verklaren door anaerobe afbraak die plaatsvindt in die sliplagen. Daardoor wordt organische stof afgebroken, maar worden ook bijvoorbeeld ijzer gereduceerd en ontstaat bicarbonaat. En door deze processen kan er ook nalevering optreden vanuit de sliplaag van koolstof en fosfor. We hebben ook gekeken van wat doet dat nou met de concentraties van het bovenliggende water. En voor anorganisch stikstof en voor fosfor zagen we geen duidelijke relaties met de concentraties van het oppervlaktewater. Voor TIC is total inorganic carbon, zagen we dat er wel een relatie was. Want lage concentraties anorganisch koolstof kwamen alleen maar voor in het oppervlaktewater, ook als die ook in het poriewater laag waren. En die lage concentraties met name bicarbonaat, die kwamen alleen voor in weken als er een dunne sliplaag aanwezig was. En wat de effecten daarvan kunnen zijn op planten zal ik zo meteen nog laten zien. We hebben gekeken van waar groeiden dan al die soorten die we hebben bemonsterd. En heb ik even een plaatje gemaakt hier van slipdikte op de x-as en fosfor in het poriewater. En in groen, met groene bolletjes, dat zijn doelsoorten. In rood weergegeven, dat zijn meer de woekerende soorten. En hier kwam uit dat eigenlijk de meeste doelsoorten niet zo heel graag op een dikke sliplaag groeien. Boven de 10 centimeter slip kwamen ze meestal niet voor. En hetzelfde gold eigenlijk voor een hoge fosfaatbeschikbaarheid in het poriewater. En dan zie je dat grof hoornblad, een smalle waterpest, de typische woekeraars, dat die juist voorkwamen bij dikke sliplagen en hoge fosfaatconcentratie. Er waren wel uitzonderingen op, want bijvoorbeeld rossig fonteinkruid, die komt meer voor op venige en slibbige bodems, maar dan vooral als de fosfaatconcentratie laag was. Dan hebben we zo'nzelfde plaatje gemaakt voor koolstof in het oppervlaktewater. En dan is het even goed om te weten van submerse waterplanten hebben koolstof nodig uit het oppervlaktewater. En dat nemen ze op in de vorm van CO2 of soms in de vorm van bicarbonaat. Alle waterplanten kunnen CO2 gebruiken. Maar er zijn ook soorten die bicarbonaat kunnen gebruiken. En er is natuurlijk ook nog een evenwicht in het oppervlaktewater met pH die bepaalt van hoeveel van het koolstof er in de vorm van CO2 aanwezig is en hoeveel in de vorm van bicarbonaat. Maar wat we zagen is dat bij een laag bicarbonaatconcentratie en een CO2-concentratie boven ongeveer 200 micromol per liter, daar komen die obligate CO2-gebruikers voor. En dat zijn dan soorten als duizendknopfonteinkruid en teervederkruid. Dat zijn bekende soorten die alleen maar CO2 kunnen gebruiken. En dat zijn ook typische soorten van zachte wateren. Als er minder dan 200 micromol CO2 voorkwam, dan had je veel bicarbonaat nodig, meer dan zo'n 1500. En dan kwamen er soorten voor die ook bicarbonaat konden gebruiken. Heb je nou heel veel anorganisch
anorganische koolstof in zowel vorm van bicarbonaat als CO2, dan kunnen in principe allebei die type soorten voorkomen. Maar meestal hebben dan de bicarbonaatgebruikers de overhand, want dat zijn typisch snellere groeiers. En die doen het over het algemeen beter in dat soort wateren. Uitzondering hierop is waterviolier, die ook in wateren met een hogere bicarbonaatconcentratie voorkwam en die bekend staat uit als obligate CO2-gebruikers. Even resumerend, wat we hier nu aan processen hebben geleerd. Het zijn een heleboel processen door elkaar. Dit is een plaatje van alleen het oppervlaktewater, waar je natuurlijk interacties hebt van belasting met nitraten en fosfaat in het water. Je hebt opname van koolstof uit de lucht als planten boven de waterlaag uitsteken of uit de waterlaag. Dan heb je natuurlijk ook weer, die soorten produceren dan ook alweer bladinval wat erin komt. Maar krijg je dan slipinvang door bijvoorbeeld erosie, dan heb je daarnaast ook nog een grote input van ijzer, fosfor en organische stof. En dan krijg je er een heel plaatje met interacties bij. Die ga ik niet allemaal benoemen hier. Maar dit zijn vooral reacties die te maken hebben met de afbraak van het organische materiaal, dat zowel uit de waterplant afkomstig is als uit het invangen van die slip. En dan speelt ook nog de onderliggende zandbodem een rol, ook via het grondwater wat dan vaak binnenkomt in de vorm van ijzer. Een heel complex geheel, maar ik wilde dat jullie toch even laten zien. En als je precies wil weten, dan kun je het altijd nalezen in het OBN-rapport. We hebben ook een drietal experimenten gedaan om de relaties die we uit het veldstudieonderzoek hebben gezien, om die uit te testen. En ik laat hier even twee experimenten zien. Dit is een experiment dat we hebben gedaan juist over die relatie tussen koolstof en verschillende type gebruikers. Want we wilden weten wat nou eigenlijk het effect is van slip op een obligate CO2-gebruiker en op meer woekerende soorten die ook bicarbonaat kunnen gebruiken. En wat we hier hebben gedaan is, we hebben teervederkruid en aardvederkruid ingezet. Teervederkruid is een doelsoort en aardvederkruid is een soort die wat sneller woekert. Die hebben we samen in bakken gezet. Hier, die bakken zie je hierboven staan. Daar hebben we of zand in gedaan uit de Hilsumse Beek. Dat is de plek waar we teervederkruid nog vinden. Of slip uit de Eefse Beek, en dat is echt heel erg uittroof slip. Die hebben we eenzelfde concentratie CO2 gegeven in het water. Maar we hebben verschillende behandelingen gegeven met hoog of met laag bicarbonaat. Dan hebben we die soort een aantal weken laten groeien. En wat we zagen is dat de nadat ze een aantal weken hadden gegroeid, dat de aardvederkruid veel beter groeide op de slipbodem, veel meer biomassa maakte. En er was dan nog een verschil tussen of ze alleen maar die slipbodem kregen aangeboden of ook nog extra bicarbonaat erbij, want dan deden ze het nog beter. Teervederkruid maakte geen verschil in biomassa aanmaak, maar we zagen wel een duidelijk verschil in wortelgroei. Die wortelgroei was veel hoger op de zandlaag dan op de sliplaag. En dat resulteerde voor beide soorten in een andere spruit-wortelverhouding op de sliplaag dan op de zandlaag. Wat we ook hebben gemeten, dat zand wat we hebben gebruikt uit de Hilsumse Beek, dat heel weinig fosfor bevatte. En daardoor hadden zowel de teervederkruid als het aardvederkruid een hele hoge NP-verhouding. En die planten waren dus allebei erg door fosfor gelimiteerd in hun groei op die zandgrond. Wat zegt dat dan over de positie van die planten? Want we hebben niet afgewacht tot ze elkaar zouden gaan overwoekeren. Maar we zagen wel dat beide soorten langere stengels maakten op het slip dan op het zand.
ook de steerveden kruiden die in totaal niet meer biomassa maakten, maakten wel langere stengels. En voor de verhouding in de biomassa betekende dat de bovengrondse biomassa van aardvedenkruid veel groter ten opzichte van teervedenkruid veel groter werd op die slipbodem dan op die zandbodem. En de verhouding in lengte tussen aardvedenkruid en teervedenkruid op slip, die was ook hoger dan op de zandbodem, ondanks dat ze allebei langere stengels maakten. En met name die waarin bicarbonaat werd toegediend, die was significant lager met zand. De conclusies van dit experiment waren dat de zandbodem van Hilsens en Beek wel erg door P gelimiteerd was. En we konden daardoor ook niet onderzoeken of er een effect zou zijn geweest van bicarbonaat als die bodem wat meer nutriënten zou hebben bevat. En in het veld is dit mogelijk anders, want er komt er toch altijd wat fosfaat mee met het oppervlaktewater, komt wat fosfaat vrij uit bladinval van bomen en zo. Dus dat maakt de interpretatie van dit experiment wat moeilijker. Maar we zagen wel dat die sliplaag een groot effect had op bicarbonaat en fosfaat in het bovenstaande oppervlaktewater. Dat was water dat we telkens verschoonden en ondertussen lieten we dat heel snel rondstromen binnen de bak, zodat er ook wel echt stroming was. We zagen dat er een snellere groei was van aardvedenkruid door fosfor en mogelijk ook door stikstof en door koolstof. En we zagen in elk geval dat, dat als we slip gaven met nog extra bicarbonaat, dat aardvedenkruid een nog grotere biomassa maakte dan op alleen een sliplaag met veel nutriënten. En daardoor kregen we uit de verhoudingsverandering tussen de biomassa's wel de indruk dat aardvedenkruid een stuk betere concurrentiepositie kreeg ten opzichte van diervedenkruid. Het tweede experiment dat is uitgevoerd in Wageningen. Dat heeft zich toegelegd op wat nou eigenlijk de effecten zijn van als je slipafzetting krijgt in de beek. Dus direct op waterplanten die daar groeien. De vraag was eigenlijk van leidt dat dan dus tot een verslechterde zuurstofbeschikbaarheid in de wortelzone? En maakt het dan uit of je dan hebt dat er gewoon wat zand over die planten heen komt, of dat het voedsel of juist voedselrijk slip is. En ook of er een verschil is in de effecten tussen een aantal doersoorten, zoals brede waterpest en gewoon sterrenkroos, of meer algemene soorten woekeraars, zoals smalle waterpest en gewoon sterrenkroos. Dit experiment is uitgevoerd in hele mooie stroomgoten, waar echt een beek in is nagebootst. Jullie zien hierboven een leeg plaatje van die beek, rechtsboven. Hij wordt daarna nog met water gevuld. Wat ze hebben gedaan is, er is eerst een 2 centimeter zand uit de Leuvensnumse beek ingebracht. En dan per beek werd er 1 soort ingezet, telkens. En dat werd verdeeld over verschillende compartimenten, zodat die soorten ook goed gevolgd konden worden in hun groei. Eerst hebben die soorten even gegroeid en daarna, na 2 maanden, werd er nog 3 centimeter sediment aangebracht. En dat was 2 keer zand uit diezelfde Leuvenumse beek, 2 keer nutriëntenarm slip uit de Renkumse beek en 2 keer nutriëntenrijk slip weer uit de Eefse beek. En wat we zagen was, we hebben hier verschillende soorten. En daarbinnen hebben we in blauw telkens de het gewicht van de soort voorafgaand aan het inbrengen van het sediment en rood de groei daarna. En alle planten, ook de doelsoorten, die hadden een biomassa toename nadat er sediment was ingebracht. Dus die groeiden gewoon door. Er was dus ook geen duidelijk effect van negatieve effecten van sedimentatie op die bladeren. En daarbinnen maakt het ook niet uit of het nou ging over zand of armslip of rijk slip. Er was wel wat vraag over de opzet. Het zou kunnen dat er al behoorlijk wat nutriënten aanwezig waren in het oppervlaktewater en in de zandbodem.
En misschien was het ook wel niet nodig voor soorten om bijvoorbeeld meer wortelgroei te maken. En de vraag was ook van, zijn de effecten die we zagen of niet zagen ook nog een effect van dat het een vrij dunne sedimentlaag was? Hadden ze zich misschien anders gedragen als je een hele dikke laag slip had gehad? Ja, wat we eigenlijk hebben geleerd uit de verschillende experimenten, uit de veldstudie en uit ook het literatuuronderzoek, is dat inrichting een heel groot effect heeft op slipophoping. Erosie en sedimentatie zijn natuurlijk natuurlijke processen in beken en die heb je altijd. Alleen als je een sterk gekanaliseerde en gestuwde beek hebt, dan krijg je natuurlijk veel eerder slipophoping. En hoe hoger de stroomsnelheid, hoe minder slip. Dat is ook een vrije obvious conclusie natuurlijk. Dat slip is meestal rijker aan nutriënten dan de onderliggende waterbodem. Dat komt door inspoeling van P-rijk slip, maar ook door de afbraak van organisch materiaal dat met de slip meekomt of tot juist ontstaat in de beek zelf, doordat er nutriëntrijk materiaal is ingekomen. En afbraak van dat organische slip, dat kan leiden tot alkalinisering van het oppervlaktewater. In het algemeen hebben wij geen nadelige effecten gevonden van sedimentatie van het slip zelf op doelsoorten. Waarbij we wel aantekenen van, ja, dat kan ook wel anders zijn op het moment dat je echt tijdens de zomer bijvoorbeeld een enorme piek hebt met een enorme sedimentvracht erbij. Ja, sommige soorten groeien natuurlijk zelfs beter met slip. Er is wel een effect op de verhouding tussen ondergrondse en bovengrondse delen. Doordat je bij slipafzetting wat minder wortels aan, de planten die we hebben onderzocht, minder wortels aanmaakten, kun je voorstellen dat ze makkelijker ontwortelen als er bijvoorbeeld een piekbelasting optreedt. Ja, het stimulerende effect op de groei van slip, dat kan van fosfor of stikstof zijn, maar ook van bicarbonaat wat in het slip ontstaat. En dat kan een voordeel opleveren voor soorten die bicarbonaat kunnen gebruiken. En het grootste effect van slip is een eutrofieringseffect. En hiervan hebben vooral die snelle groeiers, dus juist die woekersoorten, die hebben een voordeel boven langzaam groeiende doelsoorten. Die slipophoping kan ook een bedreiging vormen voor juist die zeldzamere, typische zachtwatersoorten. Hier een samenvatting van hoe dat dan werkt met slip in de beek. Voedselrijke gronden in beekdalen geven nutriëntenuitspoeling en meer opgeloste nutriënten in de waterlaag. Die zorgen weer voor een excessieve groei van wortelende waterplanten. En die geven een interne input van voedselrijk slip. Andersom heb je ook bodemerosie, input van voedselrijke slipdeeltjes in het water. Accumulatie van voedselrijk slip natuurlijk op de waterbodem. En op die manier ook weer een stimulering van extra groei van snel groeiende soorten. En beide hebben dan kunnen een concurrerend effect hebben op juist langzaam groeiende doelsoorten. Dat was mijn deel van de presentatie. Oké, dankjewel Roos. Dan neem ik het even van je over. En ik zal wat vertellen over het deel van de kennisimpuls waterkwaliteit. Nou, even kijken of ik hem nou... Nu zie je als het goed is helemaal groot. In dit onderdeel hebben we gekeken naar waar komt dat slip nou eigenlijk vandaan. We hebben, als je kijkt naar een beektraject, kan je kijken naar de slipherkomst en ook naar het transport. En dan vervolgens ook van wat voor maatregelen kan je nou nemen. Maar we kijken vooral naar de herkomst in dit onderzoek. Dus ik vertel je een heel klein beetje over de aanpak en wat over de ruimtelijke en chemische bemonsteringen, de ruimtelijke analyses die we hebben gedaan. En dan gaan we in de discussie samen verder naar van hoe vertaalt zich dit nou door naar maatregelen. In dit onderdeel hebben we drie stappen. In de eerste stap van het onderzoek hebben we gekeken naar van waar in het stroomgebied zitten nou wat voor type bronnen. En op basis daarvan hebben we ook keuzes gemaakt om te kijken van kun je die bronnen nou ook chemisch traceren. En daarbij gebruiken we dan dus verschillende, dat noemen we chemical fingerprinting. Dus van kan je nou de chemische samenstelling van het perceel terugzien in het slip in de beek.
En vervolgens zijn die dingen samengekomen samen met het OBN-rapport in een synthese. En voor al die drie onderdelen zijn dus ook rapporten beschikbaar via de STOA-website. Als we het nou hebben over die verschillende bronnen, dan hebben we hier een kleine opsplitsing daarvan. Je kan kijken naar wat gebeurt er eigenlijk in de beek zelf. Is er een verweking van de onderliggende waterbodem? Dus dan in dat geval zou dat slip heel erg lijken op de bodem. En als het helemaal vanaf extern komt, dan heb je natuurlijk iets wat er hopelijk totaal niet op lijkt, op de onderliggende waterbodem. Maar daartussen heb je nog een autigeen slip. Dus dat is slip wat in de beek wordt gevormd, bijvoorbeeld onder invloed van ijzerrijke kwel. Of doordat er detritus in het systeem wordt samengevoegd. Je kan problemen hebben met oeverafkalving, waardoor de extra slip in de beek terechtkomt. Of er komt slip vanaf het land het water in. Het kan zowel zijn doordat er water van het land afspoelt, of dat kan door wind gebeuren. Nou, voor de kennisimpuls hebben we ons op vier verschillende beken gericht. Deze beken, daarvan zijn er twee die wat natuurlijker uiterlijk hebben. Dus dan hebben we het over het gastrische type en bij de Drentse A, de tongelreep. En dan twee wat meer door landbouw beïnvloede systemen, de Lage Raam en de Eefse Beek. Voor elk van die beken hebben we analyses gemaakt, waarbij we in GIS hebben gekeken naar wat is nou eigenlijk de hoogte in het gebied, wat is het landgebruik in het gebied, hoe zit het nou met de gronden, hoe zit het watersysteem in elkaar, waar vinden we nou kwel. En waar zitten er ook nog bijvoorbeeld ijzeroerplekken in het stroomgebied? En kunnen we op basis daarvan bijvoorbeeld iets zeggen over de gevoeligheid van verschillende locaties in het systeem voor bijvoorbeeld winderosie? Of hier over, dit is het kaartje, sorry, over de maaiveldafvoer. En uiteindelijk kom je dan op verschillende risicokaarten. Nou, hier zie je de risicokaart voor bodemerosie door water. Dus stel dat het heel hard heeft geregend. Waar in de Eefse Beek zijn er dan percelen waarvan we verwachten dat er kans is dat er materiaal van zo'n perceel de beek inspoelt. En je ziet dat heel erg verspreid door het systeem eigenlijk. Soms heb je een perceel erbij, zoals hier die gele. Nou, daarvan weten we, daar is de helling net even wat anders. Dat ligt op zo'n manier langs die beek dat hij daardoor mogelijk een potentiële bron is. We hebben dus ook gezegd van oké, dat zijn dan locaties waarvan we in het veld gaan kijken of we dan ook dat signaal van dat perceel terug kunnen vinden in de beek. Dus die kruisjes zijn meetpunten waar we de slip hebben verzameld om ook te kijken van zien we dat nou eigenlijk terug in de beek. Kun je inderdaad zeggen van oké, dit perceel draagt bij, zodat je ook in gesprek kan gaan over van hoe kan je dan zo'n perceel anders gaan beheren misschien. Nou, we hebben hier ook een kruisje helemaal onderaan de rand van het systeem. Dat is een inlaat vanaf het Twentekanaal. Het Twentekanaal wordt gevoed door IJsselwater en daarmee heeft het dus ook een hele andere samenstelling. Dus dat was ook zo'n punt om eens even verder nader te kijken. Kan je dat nou terugzien in het signaal, in het slip, in de beek? En dit hebben we voor al die verschillende, alle vier die beken gedaan. En dan zie je dus als je gaat kijken van wat zijn dan die verschillende bronnen, kunnen we die nou terugvinden? Of waar verwachten we nou de meeste risico's van? Dan zie je dat in die verschillende beeksystemen dat best wel anders uitpakt. He, waar het Gastrense Diep en de Tongelreep allebei wel natuurlijke beken zijn, zie je toch dat daar hele verschillende antwoorden komen op wat is daar nou de meest logische te verwachten bron. Oeverafkalving blijft een beetje een lastige, maar we weten dat daar weinig dat er veel vrije oevers zijn, dus dat speelt daar wel mee. En je ziet wel dat in de Eefse Beek en in de Lage Raam, daar zit je ook wat vaker toch richting een geel of oranje, rood kleuring van mogelijke bronnen. Nou, als we dus gaan kijken, wat zien we dan? De grootste verschillen, dat is landbouw versus natuur. We denken, het is vooral iets meer water- en winderosie in die landbouwgebieden. En dat, een andere karakteristiek is natuurlijk dat de Eefse Beek en de Laagse Raam, die zijn rechtgetrokken. En de Tongelreep en Gastrische Diep, die zijn dat niet. Dus je hebt iets minder oeverafkalving en iets meer detritus in dat rechtgetrokken stuk. En het zijn natuurlijk ook overgedimensioneerde beken.
daarmee moeten we wel rekening houden, want dat maakt ook wel dat de stroming in deze systemen wat langzamer is. Daarnaast is er nog het onderwerp van kwel. En dat is in het gastrische diep, die heeft er veel, maar de anderen hebben wat minder kwel. En daar zien we dus ook van, is de kans groter op ijzerafzettingen? Dat hebben we dus daar nog wel op kunnen zien. Maar wat we zien is dat er dus vooral een hele grote heterogeniteit is binnen het systeem zelf. En er zijn echt wel, we zien een aantal percelen er vaak uitspringen ten opzichte van anderen. Nou, ga je dat dus doortrekken naar wat zijn die kenmerken nou chemisch terug te vinden? Dan zijn we dus aan het kijken geweest van, stel nou dat je dus je laat iets los. Je verwacht dat er op zo'n perceel een bepaalde stof wordt vrijgelaten. Dat, kan je die nou volgen door de richting beneden stroomt? Ja of nee? En daarbij hebben we dus gekeken naar verschillende type locaties. Dus aan het inlaten, zijn het die vaste bodems in de beek zelf en het schip er bovenop? Of zijn het de percelen in de beek die vlak langs de beek liggen? Uiteindelijk hebben we ongeveer 130 monsters genomen. Maar we hebben niet in heel erg veel detail gekeken van wat is nou een individuele inlaat precies, een zijstroompje precies. We hebben wel gewoon geprobeerd te kijken naar het geheel van de beek als respons. Als je gaat kijken naar de monsters die genomen zijn, dan zie je dat het toch vooral echt wel slip is in beken die op een zandige grond liggen. Als je hier kijkt naar dit grafiekje, dan heb je hier drie assen. Je krijgt nog meer van dit soort plaatjes te zien zometeen. En in feite zet je daar dus uit hoeveelheid zand en organisch materiaal en overige, meer de kleideeltjes in het systeem. Je ziet dat bijna overal dat zand toch wel een enorme bijdrage aan je slipmonster levert. Dus dat hebben we er allemaal uitgehaald voor de verdere analyses. Om ook te kijken, van kunnen we nou wat meer signalen duiden op basis van juist die andere elementen in je monster. Even hier, wat we zien is, we hebben in het rapport ook meerdere plaatjes opgenomen die er zo ongeveer uitzien. Je hebt hier de ijzerratio, de ijzer-aluminium-calcium ratio's. En daar plotten we steeds de bodempercelen, de inlaatpercelen, de inlaatmonsters, de slipmonsters en de vaste bodemmonsters. De bodem, dat zijn de perceelbodems. En wat je dus ziet is dat die bodems van die droge landbouwpercelen, die wijken heel erg af in hun chemische signaal ten opzichte van het slip en het signaal van de vaste bodem onder het slip in het gastrische diep. En dat is natuurlijk opvallend. Je kan dus niet het makkelijkste duiden van, hé, hier heb ik een perceel en ik vind daar ook mee in de buurt een slipmonster wat daarop lijkt. Als je nou gaat kijken naar bijvoorbeeld ook die relatie in de volgorde van het stroomgebied, van boven stroomt naar beneden stroomt. Dus je hebt hier op de y-as echt de volgorde staan van de monsters die genomen zijn. Dan zie je dat slip, het schommelt wel een beetje, maar er zit niet een heel duidelijk patroon in. Maar wat we wel zien, hier zijn in die cirkel hierboven, daar zie je een aantal punten en die komen echt van een landbouwgebied. En die wijken dus wel af, maar je ziet dat signaal niet terug in de slipmonsters die ook op die locaties genomen zijn. Nou, hetzelfde geldt een beetje voor de tongelreep. We mochten de tongelreep helaas niet op de percelen bemonsteren, dus daar hebben we geen mooie rode puntjes van. En je ziet wel dat het slip hier ietsje afwijkt van de bodem. Dat zie je ook wat er in de tongelreep aan de hand is. Is dat er het water komt van bovenstrooms in België. En daar is een rioolwaterzuiveringsinstallatie die op de beek loost. En daardoor zie je dus wel dat het slip daar in het begin een beetje afwijkt van de waardes van de vaste bodem in de beek, maar dat kruipt er wel langzaam naartoe. Dus je ziet hier wel een soort van patroon met een uitzondering erin, die we niet zo goed kunnen verklaren. Maar daar is wel een proces in de langsrichting te zien. Voor de lage raam hebben we ook weer, dat is een gebied met veel landbouw, maar ook met heel veel wisselingen in de hoeveelheid ijzer in de bodem. En daar zie je dus wel weer dat die vaste landbouwpercelen, die liggen op soms dus ook heel, heel erg hoog, als er veel ijzer precies in dat landbouwperceel ligt. Maar je ziet dat het slip zelf daar gewoon tussen heen en weer schommelt.
En daar lijkt ook de bron van dat slip dus veel meer lokaal bepaald dan dat dat echt te koppelen is aan een landbouwperceel of dat, aan een specifieke locatie. Even kort door, we hebben ook nog gekeken naar het organisch materiaal. Varieert dat nou of is daar een patroon in te ontdekken? Kan je dat nog koppelen aan bijvoorbeeld een slipvang of niet? Nou, daar blijkt ook dat die concentraties, die kan wel heel erg variëren. Bijvoorbeeld hier is een punt in de Drentse A waar, die er duidelijk uitschiet. Nou, dat is een punt waar de CN-ratio heel hoog is. Dat is in een bos. Vaak zie je daar ook hogere ligninegehalte, dus dan heb je lagere of hogere CN-ratio's. Maar het was heel moeilijk om daar eigenlijk een trend of een bepaalde verklaring anders dan dat soort specifieke locaties uit te vinden. Dus het lijkt dat organisch materiaal veel meer lokaal bepaald wordt dan dat we dat echt hebben. We hebben ook nog gekeken, ik kan het helaas gegeven de tijd niet in detail presenteren hier, naar sporenelementen en de zeldzame aardeelementen. We vinden eigenlijk ook daar geen goed signaal van die sporenelementen dat je kan toekennen aan een specifieke bron. Er is wel gekeken van, het heeft mogelijk wel een bevestiging dat bijvoorbeeld een landbouwgebied bij de Drentse A misschien een invloed heeft, maar in de beek zelf zie je het niet zo goed terug. Ook voor de zeldzame aarde, dat is iets wat je weet of je daarmee bekend zijn, maar het is een serie van elementen die echt heel erg af kunnen wijken. Maar dat is eigenlijk vooral op veel grotere schaal dat je daar dingen over terug zal zien. Dus daar krijgen we ook resultaten zoals dit grafiekje hier. Ja, eigenlijk geen duidelijke patronen te herkennen. Dus als we nou gaan kijken in algemene conclusies, dan zeggen we van nou, die ratio van ijzer, aluminium, calcium, die geeft wel informatie om te kijken van wat voor, kunnen we nou iets zeggen over die potentiële bronnen van slip, maar die sporenelementen en die zeldzame aarde, de rare earth elements, daar staat die afkorting voor, dat voegt eigenlijk weinig toe. Nou, dat is dus iets wat we wel hebben geleerd uit dit onderzoek, want dat wisten we eigenlijk niet. We zien ook dat veel van het slip lijkt dus heel erg op het slip, het lijkt voor een deel chemisch gezien dus wel op de ondergrond. En dus vaak bedenken dat het dus vooral autigeen gevormd is in de beek. En dus weinig koppeling met die perceelkarakteristieken, waar we eigenlijk naar op zoek waren. En de bron van het organisch materiaal in de monsters, dat lijkt dus minder regionaal bepaald, behalve misschien in de tongelreep. Maar vooral echt lokaal gedomineerd is er eens een keer een situatie dat je in een bos zit, dan vind je dat terug. Nou, we hebben in dit onderzoek niet naar transport gekeken. En dat is echt wel nog een vraagstuk waar we veel meer aan zouden kunnen doen met z'n allen. Want we weten heel weinig dus over het volume. Hè. We hebben nu alleen maar gekeken van zo'n monster. Van, dit is één monster in de tijd, op één locatie. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoe nou bijvoorbeeld de verandering van het volumeslip in de tijd is. Heb je in de zomer nou veel meer slip en spoelt dat weg gedurende de winter? Of zijn er nou bepaalde locaties van ophopingen in het dwarsprofiel? We hebben geen metingen gedaan over het dwarsprofiel. Zie je bijvoorbeeld in plantenvelden veel meer slip dan in andere. Dus we weten heel weinig over dat volume en over de dynamiek van dat volume. En ook de daadwerkelijke rol van slipvangen, ja, dat zien we niet zo goed terug. We hebben meerdere slipvangen bemonsterd, maar je ziet in die slipvangen niet een heel erg afwijkend signaal van wat ligt daar nou aan type materiaal. Het leek zelfs niet altijd heel erg veel te zijn. Daarnaast is er natuurlijk niet gekeken nu naar de grondwaterflux. Roos die liet al wat zien over de rol van nutriënten, ook in poriewater. En ik denk dat we daar dus ook een belangrijke rol voor de interactie met nutriënten en andere groei kunnen hebben. Als we nou gaan denken richting maatregelen. We hadden heel erg het idee van waar moet je nou mee beginnen? Nou, ik denk dat gewoon de algemene maatregelenlijst van begin bij de bron, als voor type maatregelen, ga je dan richten op inrichtingsmaatregelen of op beheermaatregelen. Dat wel gewoon dat blijft natuurlijk een beetje een algemeen geldend principe, wat niet alleen voor slip, maar ook gewoon voor eutrofiëring in zijn algemeenheid belangrijk is. Maar als je dan kijkt naar type maatregelen waar we wel aan zouden kunnen denken, dan is het misschien dus toch wel van hoe reduceer je nou die eutrofiëring als daar ook interne
interne slipproductie die uit voortkomt, doordat je meer woekerende waterplanten hebt, waardoor je dus gewoon meer slip krijgt als gevolg van meer planten in het systeem. Maar heeft het nou zin om percelen uit productie te nemen langs de beek? Tja, we zien dus niet dat individuele signaal terug. Maar ja, als er uit zo'n perceel wel veel nutriënten komen, dan is het misschien nog wel iets om over na te denken. Moet je daar anders mee omgaan met zo'n perceel? Voorkom oeverafkalving, creëer stroming of herstel van de hydrologie. Dus dit is eigenlijk gewoon een rijtje van ja, wat meer algemene maatregelen. Maar we hebben ze dus nog niet kunnen testen op hoe goed ze nou eigenlijk precies zijn voor het slipbeheer aan zich. Dus weinig. Dit is vooral nog meer vanuit het idee van hier zouden we mee door willen. Dus vanuit dat oogpunt gezien is ook nu denk ik de vraag om even met jullie ideeën daarover te horen. Hoe kijken jullie nou aan tegen maatregelen rondom slip? Daarvoor hebben we nog een aantal. Ik zal even stoppen met mijn scherm delen, want we hadden een aantal stellingen daarover opgenomen. Even kijken, dan wil ik even vragen. Zullen jullie de volgende stelling in het beeld kunnen brengen? Daarvan is de eerste vraag aan jullie. Hebben jullie nou een beetje een idee van wat jullie zien als een belangrijke bron van slip in het stroomgebied waar je werkt? Is dat erosie van aanliggende akkers of is het winderosie van akkers nog ietsje verder weg? Heeft het te maken met ijzerrijke kwel? Of is het juist organisch materiaal dat in de beek zelf ontstaat? Of weet je het eigenlijk? Hebben we al een eerste indicatie? Hi Ernst, goed dat je er bent. Hi Alice. Toch beter aan te sluiten, dat is fijn. Kijk eens aan, ik zie hier erosie van aanliggende akkers als een belangrijke potentiële bron wordt aangeduid. Ook wel een beetje gekeken naar ijzerrijke kwel en organisch materiaal, maar ook veel mensen die het eigenlijk niet zo goed weten. Gaan we even door naar de volgende, want die sluit daar een beetje op aan. Welke maatregelen worden er in uw stroomgebied nu al uitgevoerd tegen slipophoping? Nou, ik kan meerdere antwoorden zullen mogelijk zijn. Ben je aan het baggeren? Worden er stuwen verwijderd om stroomsnelheid te verhogen? Zijn er slipvangen? Wat voor inrichtingsmaatregelen om inspoeling van slip tegen te gaan zijn er? Zijn er nog andere maatregelen? Als je andere maatregelen aankruist, ben ik wel benieuwd of je die in de chat nog kan specificeren. Of we doen geen maatregelen direct gericht op slip, want het heeft toch geen zin om op slip te sturen. Of je weet het niet. Nou, ik geef de mensen even de tijd om het in te vullen. Zeker omdat ze er meerdere kunnen kiezen. Kijk even op naar Waterprof of er al een indicatief beeld ontstaat. Kijk, een heel erg divers palet volgens mij als ik dit zo kan zien. Er wordt veel gebaggerd. We hebben er wel wat stuwen verwijderd en een paar slipvangen. Wat inmateriaal en maar ook weer mensen die het niet precies weten. Oké, dan doen we nog de laatste poll en dan kunnen we daarna misschien nog even kort wat open vragen of discussie aan de hand daarvan hebben. Worden de effecten van die maatregelen ook geëvalueerd? Is de vraag. En ja, en ze worden ook gerapporteerd of ja, ze worden op het oog wel geëvalueerd, maar echt veel doen we er niet mee of nee. Of de laatste vraag, ik heb nog behoefte aan verdere kennisontwikkeling op het vlak van maatregeleffectiviteit. Ik voel hem al een beetje aankomen, maar misschien dat we toch even de officiële resultaten van de jury afwachten. Precies. Kijk. Er wordt dus in feite. Ja, het was natuurlijk een beetje. Evaluatie van dit soort maatregelen voor slipeffect is inderdaad iets waar we ook wel tegenaan liepen in de discussies toen we bezig waren met het opzetten van dit project. Ja, evalueren van dit soort maatregelen is ook wel heel lastig. Hè, omdat het echt meten is geen sinecure. Zeker ook omdat je weet dat daar dynamiek in zit door de tijd. Dat je weet dat daar
meer speelt dan alleen afspoeling van één perceel. Hoe doe je dat dan door de tijd? Of, daar blijven wel zaken zitten. Maar ik ben wel even benieuwd. Gewoon, ik zou zeggen, zeg gewoon even in de chat of gewoon via de microfoon of je nog extra opmerkingen daarover hebt. Wie wil? Bart, heb jij al iets langs zien komen in de chat? Nee. Nog niet. Durft iemand zijn hand op te steken? Wat ik persoonlijk wel bijzonder vind, is dat wat je net aangaf met die bufferstroken, hè, als je dat nu vergelijkt met het gemeenschappelijk landbouwbeleid, die nu met beleid komt met betrekking tot bufferstroken langs water lopen, dan ben ik altijd weer benieuwd naar een stukje wetenschappelijke onderbouwing. En als ik kijk wat er nog allemaal eigenlijk uitgezocht moet worden, is het dadelijk maar de vraag of dat de juiste effect heeft op datgene wat je wenst, namelijk die waterkwaliteit. Kijk, voor de biodiversiteit kan ik me er wel een voorstelling bij maken, maar voor de waterkwaliteit en slipkwaliteit vind ik dat toch wel een heel bijzondere vraag. Ik begrijp het wel, want kijk, in een beek alles stroomt, hè, dus er komt een heleboel voorbij. Dus als jij op één klein stuk een buffer aanlegt, maar tegelijkertijd weet je dat er bovenstrooms nog een heleboel andere dingen gebeuren, dan is datgene wat er vlakbij je perceel gebeurt een combinatie van dat alles bij elkaar. En dat merkten wij dus ook nu in onze chemische analyse. Om dus gewoon puur te kijken naar van, hey, kan je nou een bepaald perceel terugzien? Ja, dat wordt dus lastig, omdat je zoveel van verschillende kanten samenbrengt in één zo'n monster. Hè? En dat zul je ook bij die bufferzones ook wel zien. Ik denk wel dat het... Dat we er meer over zouden kunnen weten door gewoon echt vergelijkend onderzoek te doen tussen van een perceel met een buffer en een perceel zonder buffer. En dan maar eens heel detail op dat niveau, op die locatie te meten, door het jaar heen dan. Hè, van, het zal natuurlijk het meeste gebeuren, of al tijdens een heftige bui als het gaat over oppervlakkige afspoeling, of het gaat over windgedreven, wat waait erin. Tijdens een moment dat het hard waait. Want jij moet dus wel op het juiste moment er ook zijn om te meten. Nou ja, of je zet daar online sensoren voor in, zodat je dat wel kan doen. Maar het zijn geen eenvoudige metingen. Maar ik denk dat je wel degelijk dingen kan meten. Maar je moet er echt wel eventjes dan goed over nadenken wat dan de meest logische manier is. En ik denk dat bufferstrips wat dat betreft, zeker als je dat grootschalig gaat uitrollen, dat wel degelijk een bijdrage kan hebben. Ik weet niet, Roos, of jij er ook nog even op wil reageren. Ja, Roos. Ik ben met jou eens, dus ik denk zeker dat een effect kan hebben. Alleen, het meten daarvan is natuurlijk lastig. En het zal ook per gebied afhangen of het dan erosie is waar het dan effect op heeft. Of dat het ook... inspoeling via oppervlakkig grondwater is, waar dan de nutriënten minder snel in het beek terechtkomen. Ja. Dat kan ook effect hebben dan uiteindelijk op ontwikkeling van slip in je beek en natuurlijk op de waterplantengroei. Ja. Ik denk dat je heel erg moet nadenken over dat je goed onderscheid moet maken tussen het hele nutriëntenspoor, wat Roos ook in haar samenvattende sheet liet zien, en het meer het anorganische sedimentspoor. Hè, waar echt deeltjes uitspoelen en daarmee ook wel dingen meenemen, of dat het dus echt meer via de waterfase gaat. Ja, dan kan het toch steeds, in beide gevallen heeft het effect. Ja, maar goed, voor heel veel waterschappen is uiteindelijk ook... Het beeld, zeg maar, wat het uiteindelijk op gaat leveren voor de kaderrichtlijn water, of dat dan via directe inspoeling of via het slip plaatsvindt, daar is toch waarschijnlijk wel wat behoefte aan wat kennis om te kijken aan welke knoppen ze nou moeten draaien om die waterkwaliteit die een beetje blijft hangen, om die verder op te kunnen krikken. Het gaat dus niet alleen om de waterkwaliteit, maar ook om de bodemkwaliteit, want dat is... we hebben ook gezien dat er heel veel soorten, wortelende soorten, zijn gewoon in staat om nutriënten uit de bodem op te nemen. Dus het hoeft helemaal niet eens via het oppervlaktewater te gaan. Er hoeft het niet in terecht te komen. Ze kunnen dat gewoon met hun wortels ook opnemen uit het sediment. Dus dan heb je soms een beek met best redelijke oppervlaktewaterkwaliteit, waar je toch behoorlijke woekering kan krijgen
zien we soms. Ik wilde ook nog wel... En dan ben ik kwijt wat ik wilde zeggen. Kom er zo op terug, denk ik. Misschien is het ook goed om even te inventariseren of er nog vragen zijn. Mensen met hele dringende vragen op dit moment. Ja. Ik zag dat John Bruinsma in de call zit. Dag John. Heb jij nog vragen? John is gemute en het is heel donker geworden bij hem in de kamer. Kunnen we hem helemaal niet meer zien nu? Nee, net nog wel. Nu is het ik zie John wel nog. Ja, oké. We kunnen de lamp aan doen, maar voorlopig gaat het om wat ik wil zeggen. Ja. In de eerste plaats, ik sta nog wel eens in een beek. En ik sta zelden of nooit meer op een zandbodem. En de meeste bodems hebben zodanig veel slip in, als je denkt dat je op zand staat, dan zit er zoveel slip in dat je gelijk 5 of 10 centimeter in de zandige prut staat. En ik vraag me af hoeveel echte zandbodems zijn er nog in Nederland die niet gereduceerd zijn door al dat organische materiaal wat erin zit. Dus maken we ons zorgen om de toekomst. We moeten ons zorgen maken om hoe die bodem er op dit moment uitzien. Ja, dat is ook dat ontbrak denk ik ook in ons onderzoek. Want we hadden ook eigenlijk graag een meer kwantitatief. We hebben nu een kwalitatief beeld gegeven, zeg maar, van hoe ziet dat slip eruit. Maar we hebben geen kwantitatief beeld gegeven van hoeveel van de beekbodems zijn nou eigenlijk bedekt met dat slip. En hoe dik is die sliplaag? Zijn er als ze heel soms beek? Niet veel. Dat we het ongeveer kunnen vergeten dat er zandbodems zijn. Ja, in de tongelreep zijn mooie zandige plekken. En je hebt ze wel, maar ja, heel veel beken stromen ook nauwelijks natuurlijk in Nederland. Dan krijg je al heel snel een slipophoping. Ja, en dan is dan een leuke, een anekdotische veldwaarneming van mijn kant. Is dat er in de lage raam is er een lange tijd een hele nauwe stroombaan gemaaid. En in die periode ben ik daar geweest. En in dat stuk waar het zo heel erg smal was, daar was de stroomsnelheid nog behoorlijk hoog. En daar stond ik dus wel op een zandbodem, in een lage raam. Terwijl verderop in een lage raam, waar dat stroombaanmaaien niet aan de hand was, maar daar stond ik in zo'n 1,5 meter slip. En dat was echt een verschil van een kilometer afstand van elkaar. Dus die stroomsnelheid en het hebben van die stroomsnelheid is echt essentieel. Als je toe wil naar die wat meer zandigere bodems. Omdat je dan dat slip weet weg te voeren. Maar je zult wel zien dat het zich in de waterplantenvelden die er zijn. Hè, waterplanten die zijn natuurlijk ook in staat om die stroomsnelheid weer naar beneden te trekken. Dus dan krijg je, dan gaat het dan weer langzamer stromen in zo'n waterplantenveld. Dus je zult altijd zien dat in een waterplantenveld er dan slip wordt ingevangen. En dat is gewoon natuurlijk een natuurlijk proces, een gegeven. Dat doen die planten bijna ook expres, zo gezegd, als ze in een beek moeten huizen. We hebben in Polen, zagen we dat dan ook, gele plomp bijvoorbeeld, in een stromend systeem veel meer onderwaterbladen maakt, om maar zweefstof stof in te vangen en organisch materiaal tot zich te kunnen nemen. Terwijl in een meersysteem diezelfde gele plomp daar bijna niet meer in investeert in die onderwaterbladen. Dus niet nodig. Er is genoeg organisch materiaal voorhanden om mee te werken en te groeien. Dus je ziet dat planten dat dus ook beïnvloeden. Maar zo'n stroombaan maaien als zodanig heeft in mijn ogen wel degelijk nut daarin. Als je in een overgedimensioneerde gestuurde beek aan het werk bent. Ik weet ook weer wat ik wilde toevoegen, daarnet. Ja. Ik heb het weer. Ja, ik wou even over, want Alice had net ook op de sheet baggeren als maatregel. En dat wordt natuurlijk ook veel toegepast. Maar je moet bij baggeren en maaien ook wel bedenken dat dat ook effect heeft op de vegetatie. En er zijn waterschappen waar wel 5 keer per jaar wordt gemaaid. Daarmee bevorder je soorten die kunnen regenereren uit kleine stukjes. Andere soorten die dat niet kunnen, die zijn op een gegeven moment weg. En bij dat baggeren zet je de boel helemaal vaak terug. En kan ook een negatief effect hebben. Dus het is ook niet zo dat je kan zeggen, ach, we baggeren wel en we maaien wel en dan komt het wel goed. Nee. Dat wou ik maar even toevoegen. Nee, ik hoop dat we het er met z'n allen over eens zijn dat uiteindelijk de bron toch uiteindelijk dat is waar je zou moeten beginnen. Het is helaas niet altijd even makkelijk om bronmaatregelen
uitgevoerd te krijgen. En dan zijn de beheer- en inrichtingsmaatregelen wel andere tools die je voor handen hebt om nog iets te kunnen. Maar ja, ik denk dat we wel daar verder over na zouden kunnen denken van hoe kan je daar nou beter op sturen? En wat zijn nou, waar moet je dan, waar kies je dan voor? Ga je kiezen voor baggeren of ga je je maaibeheer aanpassen? Wat zijn daar de meest logische vormen in? En dus ook meer dat ingeven vanuit de ecologische kennis. Ja, ik begrijp het jullie verhaal ook, hè? Dat je weliswaar iets meer grip hebt gekregen op Beekslip, maar dat er toch nog best wel wat het een en ander te onderzoeken is. En dat er dus ook, nou ja, wat Roos al aangaf, dat er ook nog een verband zit tussen de intensiteit van het beheer en de vegetatie die je dan vervolgens krijgt. Want soms moeten die waterschappen dan ook kiezen tussen wat meer overdimensioneren en wat minder maaien. En dan vaak moeten ze dan toch wat meer baggeren, omdat er wat meer slip wordt vastgelegd. Dus ook daar moet men kiezen vaak tussen een aantal maatregelen. Ik geef naar Bart of er nog iets binnengekomen is. Anders dan geef ik nog de mogelijkheid voor een laatste vraag. De chat is verder niks gebeurd. Dus dan is nog de vraag of iemand een hele dringende vraag hebt. Maar wie heeft er nog een vraag? Voor Roos of voor Alice? Of voor allebei, dat mag ook. Meestal heeft Klaas van der Laan nog wel een vraag, maar... Daar mag ik. Oh, daar komt-ie. Klaas? Ben ik in beeld? Of ben ik... John. Ja, nee, sorry, John. Ga je gang. Ja? Nou, ik sta nog wel eens in een beek. En als er beken zijn die uit een... uit zoiets als een natuurgebied komen... het Veluwe Massief of... dan komen ze, zeg maar uit het bos en dan gaan ze door een voormalig veenterrein, als het is een veen. En daarna stromen ze nog een tijdje en dan zijn ze een kilometer door het landbouwgebied heen. En er is er helemaal niets meer over van de kwaliteit van de vegetatie van de beek. Nou, dat lijkt me een redelijk, en ik zie dat mensen knikken. 80-90% van alle beken ligt in een landbouwgebied. Dus ja, tel uit je winst. Ja, dat pleit eigenlijk voor proberen die beeksystemen die zo lang mogelijk door natuurlijk gebied stromen, te koesteren, zeg maar. Ja, sorry. Of met bredere beekdalen, zeg maar, ja. Te werken in de toekomst. Ja, wat ook wel zie op een aantal plekken, en ik weet niet of dat met beekslip te maken heeft, maar ook met grondwaterkwaliteit, is beek bijvoorbeeld de grote beerzen. Die zijn qua vegetatie het meest interessant als het bos naast het beekdal ligt en niet een landbouwgebied naast het beekdal. Ja. Oké, ik kijk even naar Roos of Alice. Of zij dat ook geconstateerd hebben, dat de invloed van landbouwgebieden toch wel heel erg groot is? Ja, dat daar hebben we het onderzoek niet op gericht, maar die constatering deel ik wel, ja. Ja, dat is algemeen bekend. Kijk, het is natuurlijk dan ook wel interessant om te vragen, heeft het zin om kort op te werken met bufferstrips op percelen aan de beek? Of zou je juist toch echt meer moeten naar een iets bredere zone om echt weer een goed effect te krijgen? Nou, dat heeft natuurlijk hele andere consequenties in termen van hoe ga je dan in gesprek met de perceeleigenaren en hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat is een veel ingewikkelder traject natuurlijk, maar... Ja. Ik denk dat het wel een hele geëigende vraag is van wanneer begint zo'n bufferstrip nou effect te hebben? Hoe breed moet dat nou echt zijn om echt significant bijdrage te hebben? En wat doet het nou als je dat wel in de langzichting een klein stukje kan doen, maar als dat dan weer even wordt, zoals jij zegt ook John, van als dat dan weer wordt onderbroken voor een kilometer, ja, hoeveel zin heeft die bufferstrip dan daar nog om daar echt als een buffer op te treden? Ja, interessant. Ja. En is het de buffering of is het het infiltratiegebied dat je eigenlijk ook moet hebben? En zijn het juist die bovenlopen die nu nog mooi zijn, omdat ze ook een infiltratiegebied in natuur hebben? Of kun je dat ook bewerkstelligen met een relatief smalle bufferstrook? Ja, dat... Geen idee.
Oké, okay, nou in ieder geval, John, hartstikke bedankt voor jouw vragen. Alice en Roos, hartstikke bedankt voor jullie toelichting. Ja, dankjewel. En het blijkt maar weer eens hoe broos het evenwicht is, hè, wat we in de vrije natuur aantreffen en ook in onze beken. Ik meld jullie nog even dat we op 15 december, donderdag 15 december, in een volgend webinar van de COP Beken en Rivieren het thema pijlen en vegetatie in stromende wateren gaan behandelen. En dat is een redelijk actueel thema, want het is een soort eeuwigdurende strijd tussen de inrichters van de bekerstelprojecten en de gebiedsbeheerders die daar dan vervolgens het beheer op moeten, het vegetatiebeheer en het pijlbeheer op moeten enten. Dus nou, wellicht een aardig item om 15 december voor aan te schuiven. Ik dank in ieder geval voor de aanwezigheid en wens in ieder geval smakelijk eten voor straks. Tot ziens! Dankjewel. Dag John. Ja, wel thuis. Dankjewel allemaal. Ah. Hey, Klaas was ook. Ja, Klaas, ja, zonder Klaas gaat het allemaal niet door. Dus ik was blij dat Klaas... Klaas schrijft in de chat dat hij geen microfoon en video weet te realiseren in deze sessie. Hij mag altijd een e-mail sturen. Of een postduif. Hey, Alice, jij bent toch weer aan bod de volgende keer? Ja, volgende keer mag ik weer aantreden, inderdaad. Oh ja, sorry, dat had ik vergeten te vertellen. Ja, Alice, jij mag in de herhaling. En, ja, nou, interessant item. Yes, oké. Okay. Fijne avond. Ja, dankjewel Tom. Fijne avond. Hoi, dag Tom. Dankjewel. Nou, Klaas schrijft in de chat en stuurt zeker een e-mail. Dat is mooi. Kijk even naar Waterprof. Of te... Of er wat opgeschoond kan worden. En of je de recording kan stoppen. Oepsie.